BNP Paribas Fortis stelt voor. Op dit ogenblik een film die mij enorm terug fascineert en die ik voor de eerste keer gezien heb, en dat toen een enorme indruk op mij gemaakt toen dat ik ongeveer 16 was, 16 geloof ik, is Sante Sangre van Sodorowsky. Vanwege het griezelige verhaal, zonder te veel te willen verklappen, maar een circus dat geleid wordt door nogal een sadistische directeur / messenwerper, die op een ogenblik zijn vrouw ontarmt, niet omarmt, maar ontarmt, en die vrouw die dan haar zoon gebruikt om eigenlijk haar armen te gaan vormen. En dat is grosso modo het verhaal, maar dan gemengeld met een zeer mooi liefdesverhaal, zeer tussen die zoon en een doofstom meisje. En dat allemaal in het absurde wereld van aan de ene kant circus en aan de andere kant Sodorowsky. Dus echt wel een aanrader van je welste. Grappig genoeg, omdat we zelf bezig zijn met een film voor te bereiden om te gaan draaien in Mexico. En daardoor eigenlijk ook terug alle films van Sodorowsky hebben opgesnort en bekeken. En ook er zijn toegekomen dat Sodorowsky heeft nu in Parijs een tarotsalon waar je je tarotkaarten kunt gaan laten leggen. En een van de dingen die we besloten hebben met het ontwikkelingsgeld dat we hebben gekregen voor Guust is om te zien of de opnames goed gaan verlopen, gaat Guust vlak voor de opnames naar Parijs gaan en daar zijn tarotkaarten gaan laten leggen door Sodorowsky met de vraag, wordt het een goede film? Dus, en zo komen we het allemaal weer terug samen. Zeker zien. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.